kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan wij weer Farming Simulator 22 spelen. Zoals jullie zien is de Valtra vol met lekker bezig met het zaaien. Even denken. Hier wordt nu tarwe ingezaaid. Dus dat klopt helemaal. Ja, en dan gaan wij nu even kijken bij de oliemolen. Of we daar al wat dingetjes kunnen gaan verkopen. Want we hebben echt zo weinig geld. En ik hoop ook dat het een beetje hoog is. De koolzaadolie. Ja, hier zo. Oeh, dat is op zich wel een lekker prijsje. November is het. Dit is ook ongeveer de laatste maand. Ja, die jongens, dit gaan we verkopen. Het zit in de 6000 ongeveer. Nou, dan kan ik je één ding vertellen. Het is money. It is money. Dus ik zou zeggen, op naar dat poepding. Waar staat het? Ja, hier staat de vrachtwagen. Nou, dan gaan wij deze maar even snel de dieplaan ophalen. Waarom staat het zo zacht altijd? Oh. Zo, dan horen jullie tenminste weer wat. Zet hem daar even goed achter. Show none, did you? moet ik heel even kijken wat er in dat veld staat. Deze, ja. Hier is koolzaad ingezaaid. En als we gaan kijken naar groei. Huh? Geploegd? Oké, daar moeten we dus zo te zien wel iets aan doen. Oké, dan weten we dat alvast. Dan weten we dat. In ieder geval. Dan gaan wij naar de oliemolen. Want we gaan hem nu ook verkopen. Ik bedoel, het is allemaal wel leuk. Oh. Wacht, ik moet eerst eventjes. Ik heb zoveel te doen. Ik heb zoveel aan mijn hoofd zitten ook. Even kijken. Dan moet hij ongeveer hier zo, ja, laten we zeggen, dan zet hem hier zo neer. Staat hier zwaar zijn. Ja, hij komt zo. Oh. I. Nou, ga er maar naartoe, vriend. Weer voor onzin altijd. Je kan er toch gewoon even naartoe rijden. Slaat toch helemaal nergens op dit. Wat is dit nou voor zooi? Rijd, ga je er maar eens eventjes lekker naartoe. Dan gaan wij met de Johnny er ook naartoe. Want dan gaan we eventjes alles ophalen daar. Dan gaan we gewoon achter de vrachtwagen aan. Ook al rijdt hij harder dan ons.
Ja, hij rijdt wel een stukje harder. Maar dat geeft niet. We rijden gewoon daar naartoe en dan zien we het. Gewoon vanzelf. Want als het goed is, zie ik daar. Nee, dat is de oliemolen niet. Hier, we zien de vrachtwagen niet eens meer, joh. En nu zie ik hem daar. En ik zie dat hij nu draait richting de oliemolen. Want ik zie ook dat daar de oliemolen is. En dan als het goed is, staat hij daar nu stil. Jongen, we rijden gewoon over die auto's heen. Stomme auto's. Meneer, wilt u dat niet doen? Oké, nu gaan we even serieus aan de slag. Want het zit er gewoon zo wat in die schulden. Potverdorie. En ja, als we in de schulden zitten, is dat niet zo heel goed. Nou, rijdt deze John Deere zeg maar even aan de kant. Ook dat stomme bordje, ja. AUB. Zo. Kunnen we dat ook weer gaan doen? Wacht even. Ik wil hem er wel recht op zetten. Want ik vind. Ik ben altijd een beetje van dat netjes en zo. Aangezien hier toch geen mensen zijn, kunnen we gewoon rustig alles neerzetten. Komt er nog meer bij? Er is bijna geen koolzetolie meer in, joh. Want ja, je verdient er wel veel geld mee, maar het nadeel is dat je nooit heel veel van die pellets hebt. Ja, oké. Je hoeft niet te glitchen. Ja, de game die glitcht weer zoals altijd. Ik kan dat niet goed uitspreken, jongens. Nou. We gooien het er gewoon op. En dan zien wij het wel weer. Zolang we maar wat verdienen, vind ik het helemaal goed, joh. Als we er maar wat geld voor krijgen, daar doen we het natuurlijk voor. Nou, dan sturen we in ieder geval de Johnny weer terug. Ja. Jij mag weer terug naar de boerderij. Die helemaal hier is. Jongen, jongen, jongen. Oh!
Ja, nu begrijp ik wel hoe of wat. Ja, gaat u maar. Is... Die gast is niet eens aan het werk, joh. Wacht even, hoor. Weg hem! Meneer! Dit is niet de afspraak! Nou, laten wij eerst maar eens even hieruit zien te komen. Dan gaan we maar eens even kijken hoe dat zit met die koolzaadolie. Want het is allemaal wel leuk. De levensmiddelen. En jee, dat is helemaal daar. Even kijken. Ja, dan is dat heel... Oh, maar dat is niet heel ver. Loop nou niet vast. Pieter, doe nou niet. Ik ben echt blij dat we een vrachtwagen hebben, jongens. Want zonder een vrachtwagen kunnen wij helemaal niks. Maar dan ook echt niks. Ja, of je moet zo'n dolly kopen. Maar ik ben nooit zo van een draaibare as. Want dan heb je vier wielen waar je mee draait. En dat is dus... Hond! Jij moet terug naar je eigen boerderij. De boer gaat nu wel eventjes zijn belangrijke middelen wegbrengen. Zoals gewoonlijk. Nou, dan gooien we dat even hier neer. En dan is het als het goed is. Zo joh! 23.000! Even normaal man! Jongens, tabé. Zo joh, dit is er echt veel. Ja, dit is niet normaal joh. Dat is echt niet normaal. Maar, wat we gaan kopen, dat weet ik al. Wel. Denk ik, hè. Jongens, denk ik. Ik denk dat ik al weet wat wij moeten gaan doen. Want voorlopig gaan we geen tracks meer kopen. Dat is in één ding wel zeker. Kijk, want het is allemaal zo leuk. Die trackers. Ik vind dat ook altijd heel leuk, maar... Staat die Johnny nou daar? Is er ook niet. Lekker bezig. Waar is je zo'n ding nou? Huh? Huh? Oh, ik dacht al, waar is die zo'n ding nou? Ik dacht van, je gaat me toch niet vertellen dat nu allemaal gaat gebeuren. Ja, die bol, dat doen we allemaal wel nu. Even kijken wat er nu voor wol wordt gevraagd. Ja, dit gaat ook omhoog. April. Weet wel dat het heel lang nog gaat duren. En met de eieren. Die eieren. Dan is het wel een beetje cash.
Maar ja, we verkopen deze troep wel even. Bij de fastfood restaurant. Yeah, bye. Want ik zie dat wij... Ja, we hebben echt weinig voer hoor. Dat is toch niet normaal? Ik weet in ieder geval wat we gaan kopen. En jongens, als jullie nou denken, wat wordt de volgende map? Nou, in FS19 had je de flat map. Dat is een vlakke map. Dan heb je echt, er staat echt alleen maar een winkel en gras. Een heel groot land met alleen maar gras. En dat vind ik wel leuk om te doen. Dan begin ik met boerderijmanager of zo. Maar ik hoop wel dat die terugkomt in FS22, want dat was zo'n goede map. Dat is de enigste map waar ik altijd in speelde. Ook geen last van al die andere zooi en zo. Nou, fastfood restaurant. Je zei je eitjes. Je zei de eieren. Met het geld gaat het goed nu. We hadden in het begin heel weinig, maar het begint nu wel. Ja. Ik vind het aardig wat opleveren. Dus dat hebben we ook verkocht. Van het wol hebben we heel veel, maar dat moet allemaal in april. Dan is het de hoogste. Het hoogste bedrag. Nou, dat vind ik allemaal altijd wel goed. Een lekker bedrag. Hé, mevrouw, goed zo. Jij wacht gewoon netjes. Ik weet niet of ze dat ook hebben aangepast of het was een manier. Sla! Nu we toch bezig zijn, laat ik even kijken naar het sla hoor. Dat is... Februari, november, ja, dit is wel heel laag. Jongens, we hebben wel heel veel dingen staan. We moeten nog even kijken met al die dingen. En jongens, die seasons, dat is allemaal wel heel leuk en zo. Ik weet het ook, dat allemaal wel leuk is, dat nieuw is. Maar ik ben nooit zo van seasons, want ik hou meer van het... Als het is geoogst, gelijk multje zaaien, wat het ook maar is. Maar ik ben echt niet echt zo van de seasons. Maar dat had je ook in FS19, maar nee, daar ben ik echt niet van. Dan ben je echt bij het verkeerde adres. Maar deze zetten we terug. En dan... Dan gaan wij maar even kijken. Hey jongens, ik post nu niet heel veel op mijn kanaal. Ik heb er soms gewoon echt geen zin in. Vooral dit weekend wou ik gewoon even gamen. Gewoon leuk voor mezelf en zo. Ik wil niet altijd alleen maar met YouTube bezig zijn. Ik zet hem wel hier neer. Want wij gaan namelijk wel wat leuks kopen. En ik weet dan wel gelijk wat. Wat voor leuks we gaan kopen. Dat zien jullie nu. We gaan eerst even hem kopen. En dan gaan we even kijken wat we nog terug kunnen betalen. Oh, daar wil ik niet naartoe. Gaan we naar de auto's, dan pakken we de Lizard. Afsluiten. Jongen, dit is zo mooi. Ik weet niet wat dit... Ja, origineel, dat vind ik niet mooi. Kijk, dit. Zo. Ik weet niet wat dit is.
wielmodel 2. Standaard doen we dan. De hoofdkleur. Nou ja, ik vind groen ook wel mooi. Maar rood. Dat vind ik ook wel mooi. Dat is zeker een mooie kleur en dat blijft het ook. Dus dan hebben wij zoveel dingen gekocht. Dan gaan wij maar eens eventjes wat terugbetalen. Nou, we zorgen in ieder geval dat we op 10.000 zitten. Want anders komen we er nooit vanaf. Kijk, ik kan die lening ook laten staan. Maar dan gaat er elke keer als we een nachtje gaan slapen. Ja, dat duurt wel weer even. Totaal. Nou, op dit moment hebben we niet heel veel geld uitgegeven nog. Hier, jongen. En jongens, nu vragen jullie waarschijnlijk af. Milan, wat moet je nou met een kwad? Dat zou ik jullie even vertellen. Wat wij met een kwad moeten. Ik weet niet. Jawel, ik weet wel. Ik zat dus even over na te denken. En ik dacht van, wat nou als we dit nou gebruiken voor de aanhangers? Want dan hebben we ook wat voor de aanhangers. Dan zet ik deze gewoon bij die neer. Bij het schuurtje van de aanhangers. Ik weet alleen niet waar is Tino. Ja, die aanhanger moet wel even terug hierin hoor. Vind ik. Nou, kijk, als wij nou toch eens even gaan kijken. Ja, je kan hem gewoon aankoppelen. Dat is niet heel moeilijk. Met deze aanhanger. Gaan we even kijken of we deze... Kijk, want hij gaat wel 97 km per uur. Dat is echt heel veel. Ja, kijk, dit kan je ook... Dat is de cruise control. Maar dit is ook het snelste wat hij kan. Kijk dan. Zo'n kleine kwad voor zo'n grote aanhanger. Je ziet mijn hoofd gewoon door het gas. En dit allemaal vergeleken met al die andere spullen. Ja, nu ben ik even benieuwd, hè. Nee, dat gaan we niet doen. Hij is alleen voor de aanhangers en de houders op. Zo, maar deze is wel moeilijk achteruit te besturen. Zo joh, die aanhanger, die heb ik nog nooit zo'n aanhanger zo moeilijk achteruit kunnen besturen. Want dit is wel eventjes... Kijk, zet hem hierin. Zo, kijk toch. Kijk, en hier kunnen we ook nog altijd spullen opleggen als we het willen. Tot nu toe wil ik dat allemaal niet. Dat slaat helemaal nergens op. Maar wel hebben we wel weer een nieuwe coole quad. Echt cool. Ja, man! Nou, dat hebben we nu weer ingezaaid hier. We hebben nu 2 velden met tarwe. Dan doen we er nu nog eentje weer met koolzaad. Want dan zie je gewoon weer dat het koolzaad echt heel veel oplevert. Ja, heel veel oplevert hoor, ja. Kijk, wat we dan ook nog altijd zouden kunnen doen. Ja, dat weet ik ook niet. Een extra veld erbij kopen, dat zou altijd van pas komen. Wat ik dan voor veld zou kopen, dat ga ik nu even kijken. Want ik heb nu, dit hebben wij. We hebben een heel groot stuk veroverd. Ik zeg maar gewoon veroverd. En dit, veld 51 of 50, dat vind ik wel een mooi veld. Is zeker een mooi veld. Want hier kunnen wij heel veel koolzaad
opdoen. En als we hierna ook nog eens een keer 43 kopen. Kijk, 43, dat is maar 78.000. Valt echt wel mee. Is ons 77.000? Ja, dan gaan we nooit. 140.000, 118.000. Ja, kijk, dit soort kleine veldjes. Of hier. Hier heb je ook al een groot stuk. Altijd komt het van pas. Kijk, dit zijn echt wel mooie velden hoor. Ik kan zeggen wat je wil, maar ik vind het altijd wel mooie velden. Ja, kijk, hier heb je ook van die kleine velden. Dan heb je de 4. Heb je ook gelijk een heel groot stuk land. Maar ik zat dus even te denken over veld 50 of 51. Veld 51 is kleiner, dus dan zou ik hiervoor gaan sparen. Ja, dit is echt wel wat ik heel graag wil. Maar nu gaan wij deze heel eventjes ook nog aan het werk zetten. Doen we. Oh, dat was koolzaad. Ging net voorbij. Ja, dit is koolzaad. Koolzaad, brother. Kijk, op veld 43, dan hebben we twee velden. Die ene velden die we nu hebben ingezaaid, dat is echt puur. Het zijn echt de tarvelden voor de kippen. En dan hebben we ook nog altijd gras. Ja, daar hebben we er niet heel veel van nodig, want we hebben niet heel veel schapen. En aan voer heb je nooit zo heel veel nodig. Want dit had ik toch ingezaaid? Ik weet het zeker. Nou, maar nu pakken we eerst maar even de wals met de Landini. Want ja, de Landini, dat is wel echt mijn... Ik vond het nooit zo'n mooi merk, maar als ik nu zie... Hoe sterk die dingen zijn. Ik vind het echt wel een mooi merk. Dan zie je gewoon wat alle andere merken allemaal kunnen. Ik vind alle merken op zich wel mooi. John Deere vind ik eigenlijk het mooist. Die hebben echt veel power. Vooral Kees ook. Die hebben ook echt zo heel veel power. Mulchje, dat moest toch na het zaaien? Of nee, dat moest na het oogsten. Nou, laten wij eens even kijken. Dan gaan wij dit maar eens eventjes walsen. Zou ik zeggen. Want dit hebben wij zo gedaan met een trekkertje die een paar pk heeft. Ja, ja. Hey jongens, als ik heel even niet opneem, betekent niet dat ik dan in één keer stop met YouTube. Met YouTube stop ik nooit. Dat zeg ik nu wel. Vraag is alleen hoe lang. Ja, wacht. Het is wel heel moeilijk te draaien. Zo. Ja, dit gaat wel de goede kant op. Zo. Nou, over het andere stukje nog heen. Ongeveer zo goed als klaar met deze video ook. Want we hebben er wel weer een paar minuten opgezet, denk ik.
jongens, het is donker hierboven. Ik vind het altijd wel een beetje eng hierboven, als het donker is. Want nu zijn mijn ouders weer beneden. En kijk, sommige YouTubers die denken, zoals Blokke Games, daar ben ik ook op geabonneerd. Dat vind ik altijd wel, die heeft altijd wel heel veel tips voor farming. Kijk, maar die slaat zo'n klein stukje zomaar over. Maar dat is gewoon allemaal geld. En ik zou niet begrijpen waarom je dit over zou slaan. Maar in ieder geval... klappen we hem in. Zo, dan zet ik hem terug en dan sluit ik deze video ook af. Zo joh. Ja, de Valtra is nog lekker bezig. Ja, dat duurt nog wel even, die is nog niet eens op de helft. Heel even kijken hoeveel voert de schapen. 4500 liter, nou dat vind ik netjes. Want zoveel moeten ze ook hebben. 4500. Als het goed is. Is dat het maximale wat ze kunnen hebben. Want ik wil wel een grotere schapenschuur. Want we zijn hard op weg nu naar allemaal grote trekkers. Kijk, die Nieuwe Holland, het ziet er allemaal wel leuk klein uit, maar hij is gewoon misschien wel de kleinste. Maar die Nieuwe Holland, die kan wel wat hoor. Die bakt er wel wat van. Kijk, ik vind het alleen wel een beetje jammer van die dunne banden. Daar wil ik echt nog wel een keer wat aan gaan doen, maar een T6. Ja, kijk, van die T7's, dat zijn altijd wel echt joekels. Of T8. Ik weet niet of die bestaat. Kijk, in deze sondeer zit ook nog wel genoeg diesel in. Kijk, deze gebruiken we meer voor het voorlader idee. En de Klaas. En dan hebben we natuurlijk nog de man. Nerd. En we hebben ook nog de twee combines. De Dutch Fair. Rechts onderin kan je zien hoe die heet. Dutch Fair, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Kijk, je ziet ook echt die scherpe dingen zien, hè. Moet je zien. Nieuw Holland, deze past nog wel in de schuur. Dan hebben we de Pottinger, ja. De Balenmaker. Roland. Dit is de Brenter. Die heb ik hier tweedehands gekocht. En de Lizard. Nou, dan kijk ik nog even hier. Meen je toch niet? Ja, dat is echt een massie. Staat nu eigenlijk in de shop. Maar ik ga hem niet kopen. Nee, want we zijn nu aan het sparen. Dus waarom? Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik dat doen? Kijk, want ik bedoel, ik vind dit. Dat heeft Blokke Games ook, volgens mij. Ja, kijk, dit is wel echt een mooie massie hoor. Nieuw Holland. Ja. Ik vind het mooi. We kijken nog wel eventjes. We slapen nog wel een nachtje. En dan kijken we wel eventjes of er nu nog wel wat leuks in de tweedehands dealer staat. Zo, leenrente. Dat is ook niet heel groot. Ja, nu heb je die Roland. Kijk, dit is ook een aanhangerwagen. 26 tot 32.
En in die andere kan 22. Oh. Hey, daar komt toch ook iets van 22 tot 36 of zo in. Maar we houden deze. Die massie laten we gewoon voorbij gaan. Ook allemaal geen probleem. Want dan is de Voltra Volmet. Ja, die Voltra Volmet vind ik meer bij je hond bij Ron passen. Maar ja, ik vind hem wel mooi. Ook hierbij passen. Past hij hier goed. Nee. Even kijken. Nou, we zijn nu wel iets van 3 kwartier 40 minuten bezig of zo. Ja, ik hou het een beetje op de lange tijd. We wachten wel even tot hij klaar is. Nou ja, nee. Jongens, maar ik denk dat ik nu wel de aflevering ga afsluiten. Was ook alweer de 22e aflevering. En ik hoop, als ik er zin in heb, dan ga ik de volgende video, die wordt morgen dan of overmorgen. Dan hoop ik dat het maar Rabbids Kingdom is. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Want ik vind het echt een beetje een saai spel worden, maar... Ik doe het voor jullie. Even de lamp aandoen. Dus ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Vonden jullie nou leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En op deze klikken. En dan zie ik jullie zoals altijd de volgende keer. Later!